In dit filmpje laten we zien hoe je een snowboardbinding op je snowboard monteert. Nou ja, allereerst is het belangrijk om te weten, sta je links of rechts voor? Vervolgens gaan we de bindingen plaatsen. Deze kun je gecentreerd plaatsen. Je kunt ze een beetje druk staan plaatsen zodat je naar buiten staat. Of je kunt ze naar voren of naar achter. Nou, de meest voorgekomen stand is op dit moment de duck. Zodra je de plaats op de binding hebt bepaald, is het handig om nog even met de schoen na te meten. Plaats de schoen in de binding om te meten of de schoen mooi gecentreerd op het bord staat en bijvoorbeeld niet overhelt aan de voor- of aan de achterkant. Dan hebben we nog een kleine tip. Stel, er staat niet op je bord afgebeeld waar je de binding nou exact moet monteren, dan is er een klein foefje. Je kunt namelijk je eigen lichaamslengte delen door 3,1. Nou, ik ben 1,97, deel ik dat door 3,1, zit ik op 63 centimeter. En deze uitkomst is de tussenmaat tussen je bindingen, oftewel de tussenmaat tussen je voeten. Stel bijvoorbeeld, je wil de binding iets naar achteren zetten, waardoor je bijvoorbeeld in de poeder wat meer drijfvermogen krijgt en je neus wat meer omhoog komt, kun je hem wat naar achter zetten en vervolgens meet je jouw tussenlengte en dan weet je exact hoe jouw binding moet staan. Jouw zorgeloze wintersport start hier bij Herquart Sports in Hogeveen.